Tot 9 uur op Hilversum 2. Straks om 8 uur alleen op 402 meter middengolf Mono. Platen van voor 1970 en hun verhaal. Maar tot die tijd Info Magazine. Media nieuws, sport, actualiteiten, film, buitenlandse correspondenten. Info Magazine. Hier is Ilona Visser. 6:10, zo vlak na het nieuws terug bij Veronica. De komende 10 minuten wat korte nieuwsflitsen. In 1782 tekende de eerste Amerikaanse ambassadeur in ons land, John Adams, het vriendschapsverdrag met Nederland. En dat is komende woensdag op de kop af, 200 jaar geleden. En ons koninklijk paar vertrekt maandag naar de Verenigde Staten om dat te vieren. Max Westerman vertelt hoe de Amerikanen tegen de feestelijkheden aankijken. Het besmeuren van witte huisjes in Madurodam en andere anti-Amerikaanse protesten gaan hier niet onopgemerkt. En ze verdringen even die andere beelden die Amerikanen gewoonlijk met Hollanders verbinden. Tulpen, windmolens en klompen. Er ging hier zelfs even het gerucht dat het Witte Huis besloten had uit protest het statiebezoek van de koningin af te gelasten. Waarschijnlijk een loos gerucht, maar het is wel kenmerkend voor de sfeer. Die sfeer zal vanaf volgende week echter wel snel klaren. De Nederlandse gemeenschap heeft hier meer dan 130 activiteiten georganiseerd. Het klapstuk is een prijsvraag. 1000 Amerikanen krijgen een reisje naar Nederland aangeboden. Ze moeten daarvoor een opstel schrijven over waarom ik zo graag naar Holland wil. De meeste evenementen worden betaald door het Nederlandse bedrijfsleven. En dat maakt van de gelegenheid handig gebruik om de Amerikanen iets duidelijk te maken wat hier nog maar heel weinig bekend is. Dat het kleine landje waar sommigen zelfs van denken dat het een provincie van België is, dat landje de grootste buitenlandse investeerder is in Amerika. En dat is overigens geen recente ontwikkeling. Diezelfde ambassadeur Adams, 2 eeuwen geleden, kwam namelijk ook naar Nederland om zo'n 30 miljoen gulden te lenen. Een lening waar zonder Amerika direct na zijn onafhankelijkheid al bankroet zou zijn geweest. Max Westerman, Info Magazine, New York. En een van de grote Nederlandse investeerders in de Verenigde Staten, die het redelijk voor de wind gaat daar, is Vrome Dreesman. Aan het thuisfront zijn er nog heel wat perikelen, en dan met name over de cao's. Vandaag zaten de bonden en de bedrijfsleiding weer om de tafel. En Gert Berg vroeg aan FNV-bestuurder van Zweden hoe het gesprek is verlopen. Het overleg is redelijk verlopen. De verhoudingen waren nou eenmaal slecht. En ik kan niet anders zeggen dat het overleg vandaag in een redelijke sfeer, om het zo maar uit te drukken, is gegaan. Het belangrijkste gesprekspunt vandaag was het aantal arbeidsplaatsen bij V&D. Er verdwijnen er per jaar zo'n 800. En het personeel wil en staat erop dat er meer personeel bij V&D komt werken. Bent u daaruit gekomen? We zijn vandaag nergens uitgekomen. Dat zou ook wel in erg vroeg stadium kunnen. We gaan maandag verder overigens. Het is uitdrukkelijk al over de tafel geweest. De afbouw van werk die bij V&D zo'n 800 arbeidsplaatsen per jaar betekent. Dat is uitdrukkelijk op de tafel geweest, dat wij dat af willen stoppen. De middelen daartoe en op welke manier, dat zal maandag wel weer aan de orde komen. Maar ik denk dat het hun goed duidelijk is dat werkgelegenheid voor ons een heel belangrijk item is. Met name omdat de leden in de warenhuizen daar erg op aangedrongen hebben. Ze hebben ook aangedrongen op harde acties als het niet lukt. Daar heeft u ze met moeite van kunnen overtuigen dat het beter is om dat op dit moment niet te doen. Als het dan maandag mislukt, dan komen er wel harde acties? Ik kan natuurlijk niet op maanden vooruit lopen, omdat wij het weekend wat rekenwerk gaan doornemen en eens wat kijken wat we voorstellen, suggesties met name moet ik zeggen, die over de tafel zijn gegaan, om die eens over te denken en eens intern te bespreken. Acties op dit moment kan ik geen oordeel over geven, omdat we in die sfeer op dit moment helemaal nog niet zitten. De stap van Vrome Dreesman naar het volgende onderwerp is niet zo groot. En dat is de huishoudbeurs die vandaag in de Amsterdamse RAI is geopend en die u kunt bezoeken tot 25 april. De organisatoren vinden dat de naam internationale huishoudbeurs eigenlijk de lading niet meer dekt. En ze vertelden aan Annette van Tricht waarom. Bij huishouden denk je aan huishouden. Bij huishouden denk je aan potten en pannen, aan wasmachines, koelkasten, centrifuges en noem dat soort zaken maar op. De huishoudbeurs is dus wat, en dat is ook logisch, meegegroeid met de ontwikkelingen in de maatschappij. En weerspiegelt dus eigenlijk hoe we vandaag de dag leven. En dat zijn de interesse die de mensen nu nastreven en heel sterk accent ligt er dan ook bijvoorbeeld op het gebied van het besteden van je vrije tijd. De beurs biedt een grote verscheidenheid aan producten. Wat zijn dit jaar de opvallendste noviteiten? Je kunt zeggen, wat is nog nieuw, hè, op deze aarde? We hebben net een noviteitenpresentatie achter de rug. En dan blijkt dat toch altijd men nog bijzonder vindingrijk is. En dat er altijd weer hele praktische nieuwigheden aan de orde komen. Een makkelijk stoeltje om de baby daarin te laten schommelen. Iemand die uitermate handig en goed opbergsysteem heeft voor verfkwasten. En
Nou, er zijn altijd genoeg ideeën op te doen. En misschien aan de ene kant gelukkig dat de noviteiten nu wat minder aanslag op de beurs plegen dan het vroeger het geval was. Hoeveel bezoekers verwacht u? Moeilijk te zeggen, maar ik dacht als vuistregel houden we altijd aan zo 200.000. En na deze reportage over zeer materiële zaken, nu een bijdrage van Jaap Stalenburg over een ideële kwestie. Vandaag kruisten de sociale partners binnen de Sociaal-Economische Raad namelijk de degens over de tekst van de antidiscriminatiewet en ze zijn het niet eens geworden. Strijdpunt bleef de status van de bijzondere scholen. Vallen ze onder de discriminatiewet of niet? Ja, zei FNV-bestuurder Drabbe vandaag. Kijk, ik ben ervan uitgegaan dat dit wetsontwerp zoals het nu ligt, dat de regering dat getoetst heeft van de grondrechten. In de grondrechten staat de vrijheid van godsdienst. Die onderschrijft natuurlijk de FNV, evengoed als alle anderen hier in de SER. Maar wij gaan ervan uit dat dat getoetst is. En dat de regering dus niet als wetgever met iets komt wat tegen de grondwet in zou gaan. Als dat het geval zou zijn, dan moet de wet gewijzigd worden. U wilt die bijzondere scholen ook onder die wetsbepaling, omdat bijvoorbeeld de afgelopen maanden weer een aantal incidenten zijn geweest, bijvoorbeeld met een homofiele leraar in de buurt van Rotterdam, waarvan je toch kunt zeggen van dat zijn zaken die met die antidiscriminatiewet hadden kunnen worden voorkomen. U wilt een soort preventieve werking. In ieder geval een preventieve werking, en dat gaat natuurlijk voor de hele wet. Discriminatie is niet juist, om welke reden dan ook. Mensen zijn gelijkwaardig. Dat uitgangspunt, wat ook in de universele verklaring van de mens staat, daar gaat het ons om. En wij denken dat door alle discussies die in de maatschappij zijn ontstaan, de SER vandaag een duidelijke uitspraak gaat moeten doen. En ik betreur het alleen dat dat niet is gebeurd. En er is gelukkig nog iets niet gebeurd. De militaire confrontatie tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Maar de spanning stijgt nu de Britse vloot de Falkland...